We zijn hier in de Antoniuskathedraal in Breda. U ziet de heilige Antonius, het altaar van hem hierachter. We vormen onderdeel van een keten van gebed. En in de keten geeft de ene schakel de kracht door aan de andere schakel. Zo wil ik ook hier beginnen met een kaars aan te steken. We zijn een keten van mensen die verbonden zijn met Christus en daardoor ook met elkaar. Op dit moment willen we even stilstaan, goed kijken. En de liturgie van deze dag, ook al kunnen we die niet op de publieke wijze vieren zoals we gewend zijn, die helpt ons. We lezen vandaag in de kerk een evangelie, uit het evangelie van Johannes, een stukje waar Jezus in Jeruzalem komt en er is een man die blind geboren is, die niet kan zien. En daar gebeurt iets. Uiteindelijk wordt die man genezen, maar daaromheen speelt zich iets af wat ons de ogen opent en ons helpt om in deze tijd van crisis goed te kijken. Om te beginnen zijn daar, zoals altijd, de leerlingen bij Jezus. Die brengen het eigenlijk aan het rollen, want die hebben een vraag. En hun vraag klinkt ons misschien vreemd in de oren, maar zij zeggen: Jezus, wie heeft eigenlijk gezondigd? Deze man, dat hij blind is, of zijn ouders? Wij zouden die vraag niet snel stellen, maar de leerlingen stellen hem. En wat doet Jezus met zo'n vraag? Hij gebruikt die vraag, niet zo'n goede vraag, om het antwoord te geven op een vraag die nog niet eens was opgekomen bij zijn leerlingen. Jezus begint te spreken over zijn Vader, over God. En dat vers wil ik graag even erbij halen. Jezus antwoordde: nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Jezus begint te spreken over de werken van God. Jezus zegt: de werken van God moeten openbaar gemaakt worden. En daarmee verlegt hij de aandacht niet naar de werken die mensen doen, maar naar de werker die altijd werkzaam is, naar God. Jezus opent de ogen voor wat de leerlingen nog niet zagen en ook de fariseeën en de schriftgeleerden niet zagen. Jezus kijkt anders. Hij heeft altijd God voor ogen en leeft vanuit zijn verbondenheid met zijn Vader. Daarover gaat het evangelie. En in deze tijd van crisis steekt het ons echt een hart onder de riem en meer nog, het helpt om meer te zien. Hoe reageren wij op deze tijd van crisis? Je kunt het verdringen. Je kunt er proberen langs heen te leven als dat lukt. Maar verdringen is zoiets als niet zien, niet willen zien. Dat is dus blind zijn. Er is een betere weg. En die betere weg is meer zien. En dat meer, dat zit er maar in dat je niet alleen met je eigen ogen kijkt, maar dat je de werkelijkheid ziet met vier ogen. Je eigen ogen, maar ook die van Jezus. Hoe laat hij zien wie God is? Want in alles wat hij zegt, in alles wat hij doet, in hoe hij leeft, laat Jezus zien wie God is. Op die manier is Jezus echt licht van de wereld. Door wie hij is, door wat hij doet, door wat hij zegt, schijnt het licht van God in deze wereld. Er gaan nu nieuwe woorden rond. Sociale afstand. Wat betekent dat? Voor naastenliefde. Waar kunnen we nog werkelijk het licht van Jezus, van God, laten schijnen in deze wereld? Hoe kunnen we zo rondkijken naar elkaar dat we ondanks de fysieke afstand die verstandig is om aan te houden, toch dichtbij zijn? Iets van dat licht van Jezus laten schijnen bij onszelf, maar ook bij een ander. Dat is de oproep.
bisschoppen van Nederland, hebben met pijn in het hart moeten besluiten om die publieke vieringen niet te laten doorgaan. Maar we roepen wel op om echt te bidden, om een schakel te zijn in die keten van gebed, om in uw eigen leven en in het leven van de mensen die u dierbaar zijn, dat licht van God binnen te brengen, die verblindheid te doorbreken. En dat betekent ook, niet alleen het moment van gebed zoeken in uw eigen huis, op een goede plek, met een kaars, maar ook aandacht hebben voor die ene persoon bij u in de buurt, of die twee, die er echt behoefte aan hebben. Wanneer heeft u voor het laatst een brief geschreven? Niet een e-mail of een WhatsApp, maar gewoon een brief, papier en pen. Want dat is fysiek en de post wordt bezorgd. Hoe fijn is het als je helemaal alleen zit en je eigenlijk geen sociaal netwerk om je heen hebt om een brief te krijgen. Van dit licht, van deze kaars van gebed, wil ik het licht doorgeven aan u, kijker, aan ons allen die een schakel zijn in deze keten. Ik steek het aan bij de heilige Antonius. En ik geef het door aan u, om ook thuis een schakel te zijn in deze keten van gebed. Laten we samen de voorspraak van de heilige inroepen en ons richten tot God. Heilige Antonius, u bent ons zo vertrouwd. Uw liefde voor Jezus inspireert ons om te kijken en te doen zoals u leefde. Het helpt ons om te zien hoe God in een mensenleven werkt. Jezus, u hebt de blinden genezen met water en slijk uit de vijver van Siloam, de gezondene. Maar u zelf bent gezonden door de Vader. Genees ons van blindheid. Leer ons om te zien zoals u ziet en alles te zien in uw licht. Geef ons die kracht. Nu, in deze dagen, dat vragen we u. Op voorspraak van uw moeder Maria, op voorspraak van alle heiligen. Amen.